Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de commissaris, wij van Aldi zijn eigenlijk heel erg blij dat we eindelijk einde van dit jaar de Global Compact gaan hebben. Het is weliswaar geen bindend kader, maar het is alleszins een kader waarbij we internationale samenwerking gaan stimuleren om dit fenomeen aan te pakken. Collega's, we beginnen hier al dadelijk het debat en iedereen spreekt over de negatieve effecten van migratie. Ik wil hier toch even kort zeggen dat gelukkig migratie in heel wat gevallen positief is. Mensen die de vrijheid hebben om te gaan wonen, werken en leven en zich te bewegen binnen de wereld. Maar hier spreken we vandaag specifiek over eigenlijk, ja, de migratie die mensen zorgen baart. Over de illegale migratie, over de vluchtelingen en de migranten. En ik wil hier een echt pleidooi houden, meneer de commissaris, voor één specifieke groep. Namelijk de kinderimmigratie. Mag ik u eens vragen om gedurende 30 seconden, of laten we zeggen 10, want zoveel spreektijd heb ik niet, uw ogen dicht te doen. En eens terug te denken aan uw eigen kindertijd. Wij kunnen gelukkig terugdenken aan gelukkige kinderjaren. Aan spelen in vrijheid. Kinderen op de vlucht, die kunnen dat niet. Kinderen op de vlucht, die vluchten weg van chemische wapens, van bombardementen, worden door mensensmokkelaars op een gammele boot gezet met het risico om te verdrinken. Commissaris, ik wil hier vandaag een lans breken om in te zetten op kinderenimmigratie. Europol heeft ook gezegd 10.000 niet begeleide minderjarige asielzoekers vermist in Europa. Laten we eens een echt actieplan maken. Laten we zorgen dat in de global context men aandacht heeft voor de kinderen. Geen kinddetentie meer. Inzetten op registratie. Inzetten op familiereunie. Inzetten op menswaardige opvang van de meest kwetsbaren. En kindimmigratie, collega's, is in de eerste plaats een kind en verdient onze bescherming. Ik dank u.